Moet jij straks op de eerste verdieping gaan wonen om droge voeten te houden? Dit is de Universiteit van Nederland. Stel je voor, dit emmertje is de Noordzee. Mooie dijk eromheen die Nederland beschermt tegen de stijgende zeespiegel. En de emmer, of de gieter, is het smeltende water, smeltende ijs van de ijskappen. En dat vult die Noordzee en alle oceanen met water. En je voelt hem natuurlijk al aankomen. Die emmer is niet al te groot. Dat water blijft lopen, dus op een gegeven moment moet deze emmer in die grotere emmer, waarmee je in feite de dijken verhoogt. Dat is wat wij in Nederland doen. Wij verhogen de dijken om Nederland veiliger te maken. Dat kunnen we doen. We zijn een heel welvarend land, dus dat is niet zo'n heel groot probleem. Maar de vraag is, hoe lang kun je daarmee doorgaan? Hoe lang wil je ermee doorgaan? Als je naar dit kaartje kijkt, kaartje van Nederland, naar de toekomst toe, en we zouden geen dijken hebben, dan ziet het er zo uit. Nederland, heel ander gezicht, Utrecht en zee. Jullie kennen het plaatje vast wel. Dit is een beetje een catastrofaal beeld natuurlijk, maar het zou wel de waarheid zijn. Wij zijn in Nederland vanaf de 11e eeuw zijn we begonnen met dijken bouwen. We hebben de zee vastgelegd, we hebben de rivieren vastgelegd, we hebben het veilig gemaakt. De meeste mensen, zeker in het begin, vertrouwden het niet en die bouwden terpen. Een hoopje zand, daar zetten ze hun huis op, of een hele wijk, of een kerk, of wat dan ook, wat ze belangrijk vonden. En dat bleef droog als die dijk zou doorbreken. Dat is op zich een hele slimme manier. Nou, de vraag is het haalbaar om heel Nederland op te hogen, om te beschermen tegen zeespiegel? Zijn dan de dijken überhaupt nog nodig? Hebben we genoeg zand daarvoor? Is het betaalbaar? Dat zijn allemaal vragen waar ik op in zal gaan. Maar eerst is natuurlijk de vraag, waarom liggen we onder zeespiegel? Hoe kan dat eigenlijk? Deze animatie laat zien hoe de zeespiegel de afgelopen 400.000 jaar op en neer is gejojo'd. Je ziet een amplitude van 120 meter, dat is ontzettend veel. Kun je je voorstellen, we hebben het nu over 1 meter voor de komende 100 jaar. Maar in het verleden hebben we dus 120 meter zeespiegelvariatie meegemaakt. Je ziet ook hoge en lage gedeeltes. Nou, een hoge tijd, een zeespiegel, daar zitten we nu in. Dat is een warme tijd, de ijskappen zijn klein. Een heleboel van dat water is in de oceaan terechtgekomen. En je krijgt een hoge zeespiegel. De lage zeespiegels, dat zijn ijstijden. Een heleboel ijs, een heleboel water zit vast in het ijs, wordt onttrokken aan de oceaan. De oceanen zijn dus leger. En je hebt een lage zeespiegel. Nou, hoe kan dat nou? Je ziet al dat dit beeld cyclisch is. Hè? Je ziet om de 100.000 jaar ongeveer, zie je die cycliciteit in zeespiegel terugkomen. Nou, hoe kan dat nou? Dat heeft te maken met de aarde zelf. De zogenaamde Milankovic-cycli. Meneer Milankovic, een Tsjech, heeft in 1920 gerekend aan de stand van de aarde. En bedacht dat daar ook een cycliciteit in zit. Dan kun je je voorstellen, stel je hebt een tol, hè, we kennen allemaal de tol, en die laat je draaien op de grond, die zal heel snel soort rondjes gaan draaien. Dat doet de aarde ook, om de zon, maar die zijn elliptisch. Dus de afstand tot de zon varieert een beetje. Wanneer die tol bijna klaar is met draaien, dan gaat die zo wobbelen. De aardas wobbelt ook, weer met een bepaalde periode. En tegelijkertijd, de as van de aarde, die is niet recht, maar die varieert ook een beetje tussen iets steiler en iets minder steil. Nou, al die drie cycli over elkaar bepaalt hoeveel energie van de zon op de evenaar valt en hoeveel op de polen. En dat is net genoeg om zijn ijstijd te triggeren. En dat zit dus in het systeem aarde zelf. Nou, wat is nou de essentie hiervan voor onze zeespiegel? Nederland ligt aan zee en heeft dus al miljoenen jaren, dus 20 ijstijden ongeveer, te maken met die variërende zeespiegel. Nederland bestaat dus eigenlijk bij gratie van zeespiegelvariatie. Dat moet je in gedachten houden. Hoe werkt dat? Nou, je hebt de zee, je hebt de rivieren, die brengen zand en klei. Die zee gaat op en neer en dat houdt op zichzelf een beetje in evenwicht. De zee gaat een beetje heen en weer. Dat kan meerdere kilometers zijn of tientallen kilometers, maar over het algemeen houdt zich dat mooi natuurlijk in balans. Maar waarom zitten wij dan nu onder zeespiegel, kun je je afvragen. Nou, die 1000 jaar geleden, toen de Nederlanders hun dijken begonnen aan te leggen, hielden ze de zee tegen. Tegelijkertijd hielden ze het sediment van de rivieren tegen, ook het water voor de veiligheid, maar tegelijk ook het zand en klei. Met gevolg dat Nederland eigenlijk niet meer kon opslibben. Dus was ontkoppeld van de zeespiegel. Hoe is Nederland eigenlijk ontstaan? Over de laatste 6.500 jaar is er een hoop gebeurd in Nederland. Dit is een animatie van Nederland sinds 6.500 jaar geleden, toen de zeespiegel 11 meter lager dan nu stond, dus het valt eigenlijk nog wel mee.
En je ziet dat er heel veel veranderd is. Je ziet in geel waar de kustlijn lag, paars, dat zijn vooral de veengebieden. Maar tegelijkertijd zie je dat, pak een beet, 6.500 jaar geleden, een heel mooi wadsysteem in de Hollandse kust lag. De lage barrière-eilanden, net als de huidige Waddeneilanden, een heel mooi wadsysteem, kwelder-systeem met een veengebied erachter. Dat is allemaal opgevuld door sediment, door de rivieren die zich verlegden en overal een beetje zand en klei neerlegden en tegelijkertijd dat land ophoogden. Nou, de rivieren verplaatsen zich. Op de meeste plekken kwam sediment, op sommige plekken kwam er geen sediment en daar groeide een enorm moerasbos. En dat produceerde zoveel plantenresten dat als dat omviel en doodging, veen accumuleerde. Dus ook op plekken waar geen zand en klei kwam, ging het land omhoog met de zeespiegel mee. Maar hoe weten we dit alles nou? Hoe weten we hoe Nederland ontstaan is? Nou, die kaart die je net zag, die is in Utrecht gemaakt op basis van meer dan 100.000 boringen. Dus wat je kunt doen, is in feite een gat in de grond prikken, kijken waar zand en klei zit. Hier zie je mij een paar jaar geleden in de Mahakam-delta boren. Het is hard werken met een boor en een ondergrond, maar je ziet tegelijkertijd allerlei afwisselende lagen van zand en klei. Dat zand en klei dat kan door de zee worden afgezet, maar dat kan tegelijkertijd ook door de rivier worden afgezet. Dus je moet heel goed nadenken, waar komt dat materiaal vandaan? Nou, stel je voor, een boor heeft een diameter van 3-4 centimeter. Dat is een heel klein dingetje. Stel je voor, je gaat boren. Iemand staat hier op het dak en die gaat boren. Je boort door het plafond heen. Dus dan zie je wat hout en misschien een beetje beton. Komt hij naar beneden, voelt hij een ruimte. Dus dan boort hij eigenlijk lucht op. Dan gaat hij misschien door het podium heen, dan ziet hij wat hout. Daarna weer een holte en dan komt hij weer in een betonlaag terecht. Dat zijn allemaal lagen die je dan zou kunnen zien. Stel je voor, iemand anders gaat 100 meter verderop boren. Misschien zit hij in een heel ander huis, in een woonhuis. Dan gaat hij weer door dat dak heen, dan komt hij meubels tegen waar hij niks mee kan. En boort hij door een bed heen of door een toilet. Nieuwe verdieping, dus je ziet een heel andere gelaagdheid. En de truc is nu, hoe koppel je die twee boringen aan elkaar? Want aan de ondergrond kun je natuurlijk niks zien. Je hebt alleen die twee puntmetingen. En je moet daar op een of andere manier een verhaal van maken. Een oud landschap kunnen reconstrueren. Wat je dan kunt doen, is geofysica gebruiken. Geofysica is niks meer dan een hele reeks van apparaten die je kunt gebruiken, die een puls de grond in sturen. Nou, die puls wordt gereflecteerd op een laag. Dat is vaak een overgang van zand naar klei, of van klei naar zand, of naar veen. Dus een overgang waarin je in geïnteresseerd bent. Nou, die meet je weer, die puls. En door dat meerdere malen te doen, kun je een soort doorsnede maken van de ondergrond. En die kun je weer gebruiken om die twee boringen aan elkaar te koppelen. Dus dan heb je eigenlijk een iets betere informatie over de ondergrond. Daarmee proberen we oude landschappen te reconstrueren. Dus hoe vroeger de rivieren liepen, waar vroeger de kustlijn lag, waar de veengebieden waren, waar de zandgebieden waren. Maar op zich is dat niet voldoende, maar je wil ook weten wanneer die landschappen er waren. Dus je wil kunnen dateren. Nou, een van de leukere dateringsmethodes die nu heel veel gebruikt worden is OSL. OSL betekent dat je naar zandkorrels gaat kijken. En een zandkorrel die aan het oppervlak ligt, die ligt lekker in de zon, die is blij, die heeft heel veel energie. Met het gevolg dat al die elektronen die om die kern van dat atoom draaien, die hebben veel energie. Die draaien heel hard rond op de hoogste energieniveaus. Wanneer die zandkorrel nou begraven wordt, verliest die heel langzaam die energie. Afhankelijk van wat eigenschappen van dat zandkorreltje en de energie in het systeem daaromheen. Allemaal dingen die je kunt meten. Uiteindelijk kun je dat doorrekenen tot een leeftijd van wanneer dat zandkorreltje begraven is. En dat is natuurlijk voor landschapreconstructie ontzettend leuk, want je weet wanneer er een nieuwe laag opgekomen is. Nou, die drie dingen samen geven jou een idee hoe Nederland is ontstaan. Dus daar zijn heel veel mensen mee bezig en gezamenlijk kunnen we dat soort kaarten reconstrueren. Dus als je het samenvat, kijken we naar deze kleine animatie, is dat als de zee stijgt, gaat de kustlijn gaat mee omhoog en Nederland wordt gevuld. Een soort badkuip met sediment die gevuld wordt. Alleen nu niet meer, want nu hebben wij die dijken, we houden die zee tegen, maar we houden ook het sediment van die rivieren tegen. Dus die badkuip die blijft leeg. Dus wat kunnen we dan doen? In feite, wat we gedaan hebben door die dijken te bouwen, is Nederland loskoppelen van het natuurlijk systeem. We zouden natuurlijk kunnen helpen. We zouden Nederland kunnen volscheppen met zand en klei. Maar of dat nou een heel makkelijke manier is, weten we niet. Als je naar het plaatje van Italië kijkt, zie je wel dat zand en klei ontzettend effectief is. Je ziet hier een mooi stadje langs de westkust van Italië. Flinke overstroming door een flinke regenbui in het achterland. En er komt een hoop sediment mee.
nou, een behoorlijke overstroming. De kustlijn gaat ongeveer 50 meter naar voren. En de mensen die daar wonen, die scheppen dat zand natuurlijk heel graag weg. Dit is ongecontroleerd, dus eigenlijk willen we dit niet. Maar het laat wel zien hoe effectief zand en klei is in het ophogen van land. Stel je voor, we willen Nederland ophogen en we nemen daar 100 jaar de tijd voor. Dat is een behoorlijke lange periode, maar het kan. Dat is verder geen probleem. We hebben tenslotte dijken om ons nu veilig te houden. En daar kunnen we een sommetje mee maken. Het is een sommetje gebaseerd op TNO-gegevens. En zij hebben berekend, nou, hoeveel materiaal heb je nodig om die badkuip van Nederland, hè, die we nu hebben, dat liggen onder zeeniveau, te vullen. Dat is 133 miljoen kubieke meter zand. Ik houd het gewoon bij 133. Dat hebben we nodig en daar kunnen we 133 jaar over, of 100 jaar over doen. Tegelijkertijd, als je ergens zand opgooit, zeker op een veengebied, dan compacteert dat veen. Het gewicht van de zand drukt dat veen samen en dat creëert weer extra volume. Daar moet je voor compenseren. En over 100 jaar heb je ook een zeespiegelstijging. Je kunt de scenario's erbij halen. Je kunt uitgaan van een meter zeespiegel over 100 jaar. Dus daar moet je ook extra zand voor opbrengen. Samen geeft dat een enorme hoeveelheid zand die je nodig hebt. Gelukkig zijn we natuurlijk al een heleboel aan het bouwen in Nederland. Infrastructuur, nieuwe wijken, die worden allemaal op zand gefundeerd. Niet heel hoog, maar er komt wel extra zand Nederland binnen op die manier. Dat is ongeveer 23 miljoen kuub per jaar. Nou, als je dat sommetje maakt, kom je uit op een getal van 246 miljoen kuub zand per jaar die nodig is over de komende 100 jaar om Nederland op zeeniveau over 100 jaar te brengen. 146 miljoen. Nou, wat zegt dat nou? Stel, je gaat naar de Gamma en je gaat zand halen. Grote big bags van een kuub. En die kosten ongeveer 50 euro per stuk. Nou ja, als je dat doorrekent met de hoeveelheid zand die we nodig hebben, dan ben je natuurlijk wel een heel eind bezig. Dat is ontzettend duur. Wat je ook kan doen, is gaan overleggen met de baggeraars en een soort kwantumkorting bedingen. Want je hebt heel veel zand nodig, dus dan wordt het per kuub goedkoper. En dan kom je uit op tussen de 2 en de 10 euro per kuub. De Maasvlakte heeft ongeveer 2 euro per kuub zand gekost. Dus dat zijn realistische getallen. Als je dan ook nog uitgaat dat van die 246 miljoen kuub die we nodig hebben, dat we daar ongeveer de helft misschien met de hand op willen opbrengen en de helft via natuurlijke weg, dus door rivieren meer ruimte te geven dat ze hun sediment op het land kunnen leggen, in uiterwaarden of nog wat verder. Misschien de zeedijken doorbreken, dat je weer getijdensystemen krijgt, die zand weer vanaf zee het land opbrengen. Dus een natuurlijke dynamiek waar ze op dit moment in de VS en de Mississippi Delta ook hard over nadenken om dat op die manier te doen. Als je daarmee de helft afdekt, dan heb je 120 miljoen kuub per jaar nodig. En dan kun je een rekensommetje maken. En dan kom je uit op 1,2 miljard euro per jaar die je nodig hebt. En dat klinkt als een ontzettend groot bedrag, maar als je erover nadenkt, dat is ongeveer 15% van wat wij per jaar uitgeven aan infrastructuur. Dus onderhoud van onze wegen, fietspaden, dat soort dingen. Daar 15% van is wat het zou kosten om Nederland binnen 100 jaar op niveau te brengen. Maar dat betekent wel dat het landschap in Nederland zal gaan veranderen. Nederlanders zijn altijd heel pragmatisch geweest. We hebben geleefd met het water. We hebben ons aangepast, we zijn daar heel dynamisch mee omgegaan, maar ergens, toen de welvaart kwam, zijn wij vast gaan leggen en zijn we heel beschermend en conservatief geworden. Wij willen alles beschermen en die zee moet wegblijven, dus wij bouwen hele hoge dijken. Dat moet dus veranderen. We moeten op een andere manier over water gaan denken en een veel dynamischere manier. Als je kijkt naar Hamburg, daar zijn ze al op dit moment bezig met dat soort ideeën. De nieuwe ontwikkeling van de oude haven in Hamburg gebeurt al op een niveau veel hoger dan het oude niveau. Je ziet hier rechts een oud gebouw van 100 jaar en links het straatniveau. En daar zit bijna 2 meter verschil in. Dus als je daar rondloopt, is het eigenlijk heel gek. Dan moet je naar beneden om een deur door te gaan. Maar het geeft wel een interessante ontwikkeling weer. Ik ben geen planoloog, dus ik wil daar verder niet over uitweiden. Maar er zijn dus mogelijkheden en elders in de wereld is men daar al mee bezig. Maar het is vooral een hele maatschappelijke discussie en een politieke discussie. Willen we die kant op gaan? Ja dan nee. Het kan, het is technisch haalbaar, het is betaalbaar, maar de vraag is, willen we dat in Nederland? Dus op de vraag, moeten wij op de eerste verdieping gaan wonen? Daar zou ik maar eens over nadenken. Ik denk van wel, uiteindelijk.